Als dit werkt, dan krijgen we bonuspunten. Ja. Dan krijgen we een duimpje omhoog. Stunt van de eeuw. Je gaat sneller dan mij, je gaat sneller voor mij. Let op, je moet iets afremmen. Oh, het gaat niet. Daar komt-ie! Oh. Nou, ik ben aan rijden te kijken, bro! Je rijdt ernaast! Niet... Hallo mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag zit er met een nieuwe GTA 5 online. Pimp video, want er is weer een nieuwe update uitgekomen vandaag in GTA 5, namelijk de GTA Criminal DLC. Het is een beetje een gelijkaardige DLC op de vorige Criminal DLC en er zijn weer nieuwe auto's toegevoegd. Dus ik sta hier weer vandaag samen met Mike en Jan en we gaan een autootje pimpen. Want als je naar je internet gaat en je gaat naar je Soudernet San Andreas Motorsports, dan zie je hier staan de Bravado Greenwood en die kan je kopen voor een 1 miljoen, als je de missie hebt gedaan, want die gaan we nog uploaden waarschijnlijk, of voor 1,5 miljoen. En dat is de normale prijs als je de missie niet hebt gedaan. Dus vind je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog of niet, te abonneren op het belletje te drukken. En dan gaan we naar de pimpzaak. Ik ga hem ook pimpen bij de LS, als ik het goed heb, want daar normaal gezien kan je hem voor iets beter, of ja, iets beter kan je hem dan pimpen met extra lichten, misschien met wapens erop, you never know. Het is een politieautootje, een oldschool politieauto. Dus ik hoop dat wij hem eigenlijk heel leuk kunnen maken. Kijk, na een uur later ongeveer hier, dat zijn we er eigenlijk. Eindelijk, dus ik ga hem gaan tunen. Ik hoop dat we een beetje gaan zien, want meestal is het hier een beetje krappen met de camera te gaan sturen. Dus ik ben benieuwd. Armor doen we natuurlijk niet. Dan hebben we de pony trim. Of de pony, de body trim. Wacht, wat verandert er hier? Oh, de binnen. Oh, daar. Ja, ik zie het. Dat is wel leuk. De full cage. De side trim delete. De blackout trim. En de painted trim. Ik vind dat zwart eigenlijk leuk. Maar ik moet eerst eens weten maar wat ik ga doen voor kleur of welke stijl ik hem wil maken. Ik denk wel sowieso een van die laatste twee. Weet je, we doen hem momenteel op zwart. En we gaan dan zien wat we zo meteen nog doen. Dan de brakes, volledig upgraden. De bumper, je hebt een bumper delete. Oké, dat is wel leuk. Je hebt de painted bumper, je hebt de small split en large. Ik denk dat we voor de painted gaan. Dan maak je hem nog redelijk old school. Small, dat is zo een beetje ja, vierkantig. En deze is iets te groot, dus we gaan voor de painted. Dan de rear bumper. De black rare. Nee, we gaan voor de gewone, want dat is niet leuk. Hey, Mike staat hier naast me. Holy shit. En Jan staat hier naast me. Oh, we kunnen zien van elkaar wat we doen. Of niet. Ja, oké, we kunnen het al blijkbaar zien. Dat is niet echt handig eigenlijk, maar... We gaan niet kijken. Dan kunnen we de engine nog gaan aanpassen. Alleen dat vind ik altijd... Oké, dus geen heilsverspilling. Holy shit. En die vind je mooi. Deze is wel leuk. Air filtered blower. Butterfly blower. Gaan we voor deze, de butterfly blower? Ja, we gaan het doen. We gaan het gewoon doen. We zien het wel nog. En dan de engine kunnen we ook nog upgraden, dus die is ook volledig. Dan de uitlaat. Oh, dat is krap om te zien, hoor. De twee, nog twee, vier uitlaten. Twee dikke pupen, nog twee dikke pupen, twee dikke pupen. Hebben we geen pupen omhoog? Nee, die gaan aan de zijkant. Oh, pupen erin? Nee, je hebt geen pupen omhoog. Dat is wel lachen geweest. Ik denk dat ik voor deze ga. De slanted longboard exit. Ja, we gaan voor deze. Ja, oké, nice. Dan de headcovers. Die doen we niet, want ik vind dat niet echt mooi. Natuurlijk de truckhoorn erop. Dan de lichten. Kunnen we een kleurtje geven, maar dat doen we later de lichten. Dan de livery. White stripes. White rare stripes. Dus achterin. Zo, oh, die is ook mooi. Oh, die is ook wel gaaf. Oh, er zit een vlieg in mijn kamer en ik kan daar niet tegen, want die komt altijd op mij zitten. Allemaal op vliegen. Nee, dat is allemaal oké. Green bling. Op zich, oh, die zou hem echt heel leuk kunnen maken, eerlijk gezegd. Gaan we iets speciaal? Ik wil het even gaan testen of we een combinatie kunnen nemen. Of ik het leuk kan maken.
Oké, doe het maar Peter Louvers aan. Ik heb iets in mijn hoofd. Maar ik weet niet of de uitvoering ervan heel erg leuk gaat zijn. Deze, secondary, want die ziet er leuk uit. Dan black and yellow, respray. We gaan eens kijken, hè. Eerst bij een matkleur. Kijk. Op zich, dan maak je hem wel echt bruut. Je maakt hem echt wel heel leuk. Het is iets too much green. Kijk, ik heb een kleurtje hier. Racing green en dark green. Alleen weet ik niet of dat echt heel mooi is. Je maakt hem wel echt zo een soort... Ja, hoe moet je het zeggen? Zo'n beetje lowrider achter. Heel speciaal. Dat vind ik wel leuk. Maar dan zit ik te twijfelen. Is het dan mooi om hem in het zwart te doen of in het groen? Ik vind hem eigenlijk in het groen iets meer hebben. Eerlijk gezegd. Dan de roof kunnen we nog aanpassen. Nee, die laten we zo. Dan de spoiler. Dit is wel leuk. Painted antenne. Ja, ik vind dat geen mooie spoiler. Ik vind... Deze is wel echt leuk eigenlijk. Weet je, we gaan voor deze. Ik ga voor deze. Zetten we hem nog lager aan de grond. Dan transmissie erin. Turbo erop. Dat kost weer heel veel geld. Dan de wielen. Oké, ik heb gekeken bij de SUV banden. En hier zie je de Dash VIP van 9K. En ik vond die eigenlijk mooi. Dus we gaan voor die. Dan moeten we de kleur nog aanpassen. Alleen zit ik te twijfelen. Moet je hem groen doen of zwart? Ja, ja, de pea green. Pak een beetje een andere kleur groen. Dat is wel mooi. En tires zetten we er niet op. Bulletproof tires wel. En green smoke. Ja. Dan de windows. Zo. En dat zijn we ten einde. Maar we konden nog de lichten doen. Dus de neonlichten doen we... lime green? Ja, lime green, zo. Voilà, daar gaat hij naar 50.000. Dan de lichten zelf. Of ja, de onderlichten. Zo. Neon color green. Ja. Ja, ik denk dat dit wordt. Ik ga eruit. Oké, nice. What a beautiful car. Weet je wat we gaan doen? We gaan hem neerzetten op de parkeergarage. En dan gaan we gewoon wachten op Jan. En op Mike. En dan zien we wat hun er vanaf hebben gebracht. Ik sta hier te wachten en als het goed is, moet Ryan eraan komen in zijn getune auto. Oh, wacht. Moeten we hem een entree maken? Wacht, nog niet kijken, nog niet kijken. Oh. Ja, op zich? Oké, dat is wel een mooie entree, ja. Zo. Ja. Oh, dit is wel sick. Dit is wel sick. Ik vind alleen... Als ik één opmerking mag geven, ik vind alleen je velgjes niet zo mooi, want dat is geen lijn. Ja, maar ik. Die kon je niet vinden, hè? Nee. Dat dacht ik al, maar hij is wel een bruut, hij is echt al. Oh, ja, maar ik dacht, ik maak hem een beetje zo van die lowrider-achtig, geen troep van. Nou, geen troep, maar. Ja, troep is het niet. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap hem. Ja, ik. Van mij krijg je een duimpje omhoog. Ja? Ja, ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen dat je hem echt lelijk ging vinden. Nee. Ik vind het wel iets hebben. Ik zou het zelf niet zo tunen, maar ik vind het wel iets hebben. En Mike, hallo! Hallo! Mike! Met die trein op de achtergrond, kant was achter. Hey! Oh, wat? Oh, die is totaal anders! Wat? Oh, damn! Ja, die vind ik ook wel mooi. Ik vind dat kleur, deze is man. Ook wel sick. Wat voor kleur is dat? Surf blue, volgens mij. Ja, nooit echt, gezien. Die is sick! Ja, gewoon een andere kleur, want meestal heb je dan echt van die blauw, rood, dat soort dingen. Maar ik dacht een ander kleurtje, die ik niet vaak heb uitgekozen. Dus ik dacht ja. Ik heb deze. Je hebt hem gehaald in de auto body shop, of niet? Dat staat erop, zeker. Ja, dat staat erop. Staat erop. Ik zal hem even aankomen rijden, jongens. Kom op, Jan. Ik kom eraan. Ik wil de beast zien. Zijn jullie er klaar voor? Nee, maar het moet wel. Hallo! Hey, joh! Oh, sorry, Ryan! Sorry! Ja, die ben ik ook hoor! Hallo! Okay, die is ook wel leuk. Vind ik wel mooi. Ja? Die past wel een beetje bij jou. Ja. Dank u. Ja, mooi dingetje. Het verbaast me echt dat we alle drie totaal iets anders hebben. Die voorkant, dat is die voorkant. Ja, ik vind die voorkant echt wel lelijk. Het is gewoon een blok. Ik vind die koplampen zo lelijk, dat is echt niet normaal.
Als je die koplampen kon veranderen op een of andere manier, dan was het nog wel wat zieker geweest. Maar oh, je bent de haal van de kleine spoiler. Jullie grill is chrome, die van mij is zwart. Ja, ik heb een klein spoilertje erop gezet. Ik zal wel even mijn grill draaien. Ik had hem goed gezet, mijn grill, maar ja. Oh ja, sorry. Nee. Dat is het enige wat ik... Wat ik erop heb gezet is, ik heb die soort zwarte accent erop gezet, maar blijkbaar wordt het door je grill, wordt dus ook zwart. Want Mike die heeft namelijk een chroomgril. Zo, dat moet je niet te vaak achter elkaar zetten. Chroomgril. Ik wil alleen nog even snel het interieur bekijken, dus ik ga even mijn deurtje openen. Ik heb wel gekozen voor een antennespoiler, omdat dat een beetje past. Ik vind die ook wel cool. Die past... Oh, die antennespoiler past wel echt bij jouw... Bij jouw auto. Maak je een kofferbak. Oh, nee. Ik denk dat het beste is als we de auto's even netjes naast elkaar zetten. Ja. En dan een race gaan racen om te kijken wie toch de beste auto hebt. Ook al zijn alle drie precies hetzelfde. Ja. Ik heb een betere spoiler. Oh, pas maar op jij, jongen. Even mijn deurtjes dicht. Oh, wacht, ik ging net je deuren dicht doen. Nee, dat mag jij niet doen. Niet mijn auto kapot maken. Oh ja, sorry. Een beetje schade. Niet mijn auto kapot maken. Heel mijn zijkant. Het interieur is wel echt super oldschool. Dat heb ik niet gedaan, hè. Ja, nee, kijk die kras! Hey! Ik heb je auto niet geraakt. Reed er nog eens tegenaan. Hier kunnen jullie gaan staan. Hier is het begin van de race. We moeten ons aan de route houden op onze minimap. En iemand mag aftellen. Ik weet niet wie. Moet ik een granaat gooien? Ik gooi een granaat. Die gaat recht. Waar ligt die? Oh, go! Deur! Dat komt van die deur niet op de grond. Ja, zou ik ook zeggen. Oké, de beste die wint. Je rijdt zelfs hier op. Andere kant! Ja, pas op voor de rampglitch hoor. Oh, ik ga aan de andere kant van de weg. Nee! Hou jullie niet. Oh! Substream. Ik moet je zeggen, voor een musselkart tot nu toe. Is hij wel een reden? Pas op, Mike. Ik vind hem nog wel fijn rijden hoor. Ja, ik was tegen de boven aan. Staat hij nou met zijn ogen, die jongen? Hij handelt serieus echt wel goed voor een musselkart hoor. Achterwiel aangedreven. Wat is zijn interieur eigenlijk? Echt heel oldschool, heel oud. Maar dat zou ik niet nu gaan checken als ik jou was. Ja, ik heb het niet gecheckt. Wat zijn jullie nou dan? Ja, kom eraan! Oh, ja, ik vind dit is geen eerlijke race dit hoor. Oh, daar komt iemand. Hallo! Zo! Bro, ik was aan het kijken waar je bleef. Nou ja, kom maar dan. Ja. Ik weet niet wat Mike aan het doen is. Ja, ik kom eraan, maar... Maat. Ja, ik stuur niet zo lekker. Jawel, ik vind hem echt fijn sturen hoor. Alleen, het is niet handig om over de stoep te gaan rijden. Oh, wow! Ik wist niet dat we daarin moesten! Zat hij vooraf mee? Ik dacht, wat ga je nou doen, joh? Maar ik moest gewoon die kant op. Oh, kut. Ik dacht, ik pak mijn handrem erbij. Ja, dat had ik door. Kijk uit, jongens! Nee, ja, maar mijn motor... Ja, maar wat is dit nou? Het is niet echt een eerlijke race. Nee, we moeten de bergen in, jongens. Met de musselcar. Ja, met de musselcar. Weet je, jammer. Ik loop wel lekker te driften. Doe je? Die gast die dacht, we gaan even slippen. Handremmetje! Ja, rij je wel voor eerst? Ja, ik laat jou wel voor eerst. Nou! Nou, het gaat allemaal maar net. Alsjeblieft. Kom alleen niet bij mij naar joh. Gewoon met zijn handrem door de bocht heen. Ja, maar kijk nou, hij heeft geen voorrang, hè, bro. Nee, maar dan de jure! Nou, in Amerika niet zo gaan, maar... echt iedereen rijdt ook gewoon. Mike! Ja, ik kan je wel zeggen, jongens, ik rij sowieso door, want ik ga niet voor jullie verliezen namelijk. Nou, ik niet hoor. Oh, gepakt maar, auto's. Ja, klein zetje. Ja, klein zetje. Ik hoef geen zetje. Kijk uit voor de bochten, hè, jongens. Oh, Mike, die zit op bochten, oké, dat zijn inderdaad... Nee! Oké, daar kon ik hem niet meer onder controle houden. Gek, jij ook niet meer! Oké, ik moet je zeggen, als je te snel door de bochten Ryan. Dan heb je wel echt een probleem, ja. Pas op, jongens, hier een scherpe bocht zometeen. Ja, ik sta weer vast tegen een klein paaltje. Ja, ik rij gewoon door. Ik vind het goed wat jullie allemaal doen. Ja? Want hier eindigt de waypoint. Hop! Wie de beste stunt heeft, wint! Nou ja, ik land gewoon op mijn wieltje, want ik wil niet mijn auto nu laten komen. Ik ga veel te ver. Echt? Ik ben naar beneden aan het gaan. Ik weet niet wat hij doet, maar ik ben op de plek, jongens, dat kan ik je wel zeggen. Wie ligt er hier helemaal dan? Dat is Ryan, ik ben achter je. Hey, Ryan! Ik ben er ook, hoor. Ja, het was wel weer een eerlijke race. Ja, ik heb nog nooit zo'n eerlijke race gehad. Jij wilde nog iets uitproberen, toch, Ryan? Ja, als we nou zo met z'n tweeën, tegelijk, dit doen, tegen elkaar. Oh, dan tegen elkaar? Ja, maar... Ja, oké. Okay. Ja, tel me ja, af dan. Ja, dat is iets heel doms, maar ik wil het gewoon een keer doen. Oké. Ik vind het goed. 3, 2, 1. Oh.
Op zich! Wacht, nee, ik heb nog een beter idee! Spectaculair, joh! Als we, nee, maar als we naar een vliegveld gaan en je doet een wheelie net op het moment dat iemand met volle vaart op je afrijdt, dan schiet je toch de lucht in! Nee, schans! Ja! Ook let's go naar het vliegveld. Weet iemand de route uit zijn hoofd? Ergens die kant op. Ja, naar rechts. ergens hier naartoe. Kijk, wel uit voor het water, hè, jongens. Ik denk dat jullie gewoon een wheelie kunnen doen, dan kom ik op jullie afrijden. Ik denk dat dat het beste is. Precies in het midden van ons twee, ja. Dan moet je iemand proberen te raken. Ja, let op en rijden. Dan moeten we een wheelie doen als die er echt bijna is, hè. Oké, jij zegt go en dan doen we jullie, ja, hè. Ik zie hem nog niet. Beetje mistig. Oh, ja, dan komt hij heel ver in de verte. 3, 2, 1. Go! Ja, het werkt! Het was echt zo minder spectaculair! Ik dacht, we gaan niet vliegen, joh! Ja, anders moet je even een rembuggy bellen, Mike. Dat is misschien wel wat spectaculair. En dat jullie misschien iets eerder moeten doen. Ja, moet iets eerder ook. Ja, maar ik wacht op het juiste moment, maar dat was te laat eigenlijk. Ik had er zoveel van verwacht! Hey Jan, doe eens een wheelie! Twee meter de lucht in! Oh, hij komt gewoon nog een keer! Holy kletter! Oké, ja, het werkt dus wel, ouwe. Het werkt wel. Alleen ik ben benieuwd hoe het met de rembuggy werkt. Dus ik moet even wachten tot Mike die heeft gepakt, denk ik. Ik ga even Ryan lanceren. Ryan, doe de wheelie! Ah! Wow! Waar is die? Hier. Ik was je kwijt, ouwe. Ik ben ook mijn motorkap kwijt, maar dat is niet erg. Dus ja, ik ook. Dat is niet erg. Oh, ik zie de rembuggy. Wacht, we moeten iets eerder de wheelie doen, dat we echt hoog zijn. Nu. Ik doe nu! Ik doe geen wheelie, kut! Het lukte me niet om de wheelie te doen! Ja, lanceer hem nog maar een keertje. En dan moeten we even de tweede keer. Ja, ik doe even je deur dicht, hoppa. Wacht, en dan zou ik op jou staan nu. Oh, ja, kom op mijn achterkantje. Dan wordt het wel een dikke stunt dan. Oh, ja, blijf staan. Kom maar, Mike. Dan doe ik, ga zometeen wel rijden, hè, Ryan. Ja, rij! Oh, hij glipt naar beneden. Nee, kom. Ik zie Mike nog niet. Wacht nou even. Mike! Kijk, waar ben je? Ja, kom eraan. Mike! Dit gaat niet goed. Kom eraan, kom. Oh, ik kom. Ik kom. Ik ga nu! Nu! Ik kan geen winnen doen! Ryan! Holy crap! Het ding is wel, we doen dit nu in deze musclecar. Alleen, dit kan eigenlijk in elke musclecar. Dus ja. Het is helemaal niet iets nieuws, maar ik vond het eigenlijk wel een goed idee van je. Wacht, als jij Mike lanceert, dan pak ik het vliegtuig en dan knal ik Mike uit de lucht. Oh. Moet jij wel zeggen? Dan moeten jullie boven elkaar eigenlijk gaan rijden. Of ja, Ryan moet dan vliegen. Ryan moet boven mij gaan vliegen, je moet alvast gaan vliegen dan, Ryan. Dan pak ik hem mee met mijn vleugel. Ja, kom, ik ga alvast. Als dit werkt, dan krijgen we bonuspunten. Ja. Dan krijgen we een duimpje omhoog. Stunt van de eeuw. Je gaat sneller voor mij, let op, je moet iets afremmen. Oh, het gaat niet. Daar komt ie! Oh. Nou, ik ben aan Ryan te kijken, bro! Hier rijdt het gaat die... Ga op die streep staan, Mike. Wacht, zit je achter me, Ryan? Ja. Oké, wacht, ik rijd nu op jou, Mike. Oh, kut. Ik zal gas geven. Let op! Daar gaan we! Oh, nee, ik ga op race zelfs! Oh, echt? Ja, oké, dat is op zich ook wel sick. In mijn auto, hè? Mijn auto. Nee! Holy moly! Waar is die? Oh, daar! Oh, je laat hem ook nog! Oké, GG. Ik kom even... Oh, dat mag ook. Oh, dat is een probleempje. Waar is Ryan nou dan? Ryan die is geland op een stuk verderop. Ik ben gestrand. Je bent gestrand. Ja, ik ben mijn propeller kwijt. Ik kom eraan! Holy shit! Hoi, hallo! We zijn ook allemaal gecrashed. Er staat random een vliegtuig in de woestijn. Er wordt een alien gun geschoten. Ja. Dan is het altijd het einde van de video. Dat vind ik een goeie, eerlijk. Gelukkig! Heel erg bedankt voor het kijken, heel erg bedankt voor de support. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal, vergeet niet te abonneren op Rijn's kanaal, vergeet niet te abonneren op Mike's kanaal, vergeet niet de andere video's te checken. En tot de volgende keer. Yo. Bye bye.